Nou, dit zijn ze dan, de Merrell hardloopschoenen. Voor de meeste mensen die met Merrell gaan lopen, gaan vaak voor het eerst met de Merrell hardloopschoenen lopen. Dus ik ga deze video niet zozeer in op alle verschillende types van Merrell, maar meer op het principe van hun. Want ik krijg hier toch redelijk wat vragen over. Waarschijnlijk keer de term barefoot running. Is niet helemaal nieuw, maar wel iets van de laatste jaren. En dat betekent eigenlijk dat je natuurlijk eigenlijk met blote voeten gaat hardlopen. En nou, ik loop in sommige wedstrijden en dan komen mensen echt voorbij op blote voeten gewoon over het asfalt. Of zelfs over het onverraden terrein in de bossen. Zelf loop ik wel eens met blote voeten alleen dan alleen over het strand, moet ik eerlijk zeggen. Niet gewoon over het asfalt en over de straat, want daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Wondjes op mijn voeten en misschien gaat het ooit nog over en dan ga ik daar wel met blote voeten lopen. Maar nu nog niet. En nou, een beetje voor die angst die ik ook heb, heeft Merrell samen met Vibram schoenen ontwikkeld. Die dan een beetje ertussenin zitten. En die heb je dan ook weer in allerlei soorten en maten. Want sommige schoenen zijn echt zo dun en zo minimalistisch dat er echt, zeg maar, de schoen is opengesneden, zodat je je voet er echt doorheen ziet op bepaalde delen. Dan heb je bij wijze van spreken alleen maar een zool onder je voeten zitten. En dan alleen met een soort bandjes eroverheen. Maar dan natuurlijk wel mooi gemaakt. En ook deze zool, die kan ook nog in dikte verschillen. Want dit is eigenlijk nog een Merrell hardloopschoen die nog het meest lijkt op een normale hardloopschoen. Dus eigenlijk daarom een echte instapper, denk ik, voor als je, ja, zeg maar, een beetje aan barefoot running denkt en dat een beetje wil ervaren. Want wat is dan het goede eraan? Het is een heel zacht bovendeel. Er zit echt, zoals bij andere hardloopschoenen, weinig stevigheid in. En dat betekent dat dit deel eigenlijk alleen de schoen tegen je voet aanhoudt. Ook achterin zit, zeg maar, helemaal geen hakpad of zo, die dan stevigheid geeft op je hak. Nee. Hij trekt gewoon de schoen om je voet. En het enige wat hij moet doen, is die zool onder je voet bevestigen. En de zool heeft ook niet verschillende diktes. Hij is gewoon één dikte onder je voet, zodat je zoveel mogelijk contact hebt met de grond. Zodat je de grond goed voelt. En zoals ze zelf zeggen, dat je gewoon ja, direct wordt gestimuleerd. Dat je onderkant van je voet wordt gestimuleerd door het hardlopen en nog meer contact hebt met het terrein. Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. En dan is dit dus nog een redelijk luxe uitvoering met echt nog wel profiel aan de onderkant. Hier nog echt versteviging, zie je wel. Het lijkt echt wel een hard Kevlar deel in te zitten. Even goed inzoomen, zodat je dat kunt zien. Dus daar krijg je echt nog wel wat stevigheid uit. Maar je ziet ook dat, ja, de schoen wel redelijk dun is, een dunne zool. Nou, wat ik mooi vind aan deze is dat die ja, mooi is geveterd met losse haakjes, waardoor je heel makkelijk de veters goed strak kunt aantrekken. Mooi design, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Mooi flink gaas bovenop, zodat je er wel flink wat koeling uit krijgt, zodat het lekker de wind daar doorheen kan. Dus hij geeft je wel, denk ik, dat begin van het vrije gevoel, zeg maar, als je gewend bent om op gewoon normale Nike's of Asics of Mizuno te lopen. Om dan het eerste gevoel te hebben van dat barefoot running. En goed, mocht dit bevallen, dan kun je gaan bijvoorbeeld naar het paar met, waar je verschillende teentjes in hebt. Hè, dat het echt zo om je teen heen loopt. Dat is dan weer eigenlijk de volgende fase. En uiteindelijk ga je dan natuurlijk naar gewoon helemaal hardlopen zonder schoenen. Nou, dat over deze Merrells. Ik zal meer over de Merrell in het bericht zetten.